Nou, hallo allemaal. Ik ben Ilano Dede en vandaag ga ik jullie meenemen in de molen. Hi. Ja. Ik ben Eleanor. Ja. Ja, ik ben Piet Meeuws. Ze hebben mij gevraagd om hier eventueel toelichting aan een verhaal te vertellen over... Hier heb ik geschuild. Ongeveer 6-7 dagen hebben wij hier met een groot gedeelte van de buurt ingezeten. Er zaten ongeveer met 40-45 personen hierin. Nou ja, we moesten ergens natuurlijk zijn, schuilen. En dat was hier? En dat was hier in de molen. Mijn eigen kinderen vragen ook dikwijls, ja, wat hebben jullie al in de oorlog meegemaakt? We waren bezet en ja, er gebeurde elke dag wel iets. Dat lijkt me wel heel erg naar. Want eigenlijk leven wij in een tijd waarin wij echt gewoon privileges hebben. Ik hoefde als 16-jarige niet in de molen te schuilen. Ik kon gewoon naar school en ik kon gewoon met vrienden praten. Ja. En ik hoefde dat allemaal niet mee te maken. Ik heb het eigenlijk allemaal gewoon gekregen. Ja. Gaan we nou naar boven en gaan we daar eens kijken. Wow. Dan mag jij voorop lopen. Zijn we hier voor het verhaal over de wieken, want daar was ook iets heel speciaals mee. Dat weet ik precies. Als je precies gekruist staat, dan is het goed. Maar als je een beetje schuin staat, dan is het niet helemaal. En voor de mensen die wij spreken, dat ze weten dat er iets aan de hand is. We weten goed dat het een hele moeilijke tijd was, maar wij zagen het gevaar niet. Wij meenden allemaal dat het allemaal heel gewoon was. Ik vind dat toch wel best wel heftig, want zelf heb ik daar echt nooit meegemaakt. Ik kan dat me eigenlijk ook niet echt bedenken, als er nou hier oorlog zou uitbreken. En ik ben eigenlijk toch wel blij dat de mensen die voor ons gevochten hebben, dat ze dat gedaan hebben. Want anders zaten wij nou echt in een gebroken Nederland. Ja. Ja. En wij wonen er eigenlijk best wel ver vanaf. Van alle oorlogen waar het nu gebeurt. En dan gaan we eigenlijk gewoon door met ons leven. En dat is eigenlijk best wel gek. Ja, ja. De wereld is niks veranderd. Dat ik wil zeggen, dat blijft. De mensheid leert niet. De mensheid leert niet. Ik zou dat wel heel erg belangrijk vinden. Want dan beseffen we ook wel hoe goed wij het hebben als Nederland. En ook hoe belangrijk het is dat wij anderen in dat opzicht willen steunen. Want niet iedereen heeft het zo goed als wij. Straks dan zal ik het weer van mijn kinderen horen. Wat verdorie, waren we met mijn jonge meisje aan het lopen?